Ik sta hier wel, maar het heeft van mij allemaal niet gehoeven. Ik geef er niks meer aan. Klote is het. Zwaar, zwaar klote. Ik had het ook helemaal niet aan zien komen. Syrië en Irak, dat is ook niet leuk. En wat er in Frankrijk gebeurt, dat is ook niet goed te praten natuurlijk. Maar ik had toch liever thuis gebleven. Het heeft van mij allemaal niet gehoeven, mensen. Maar gezien zie je God. Je gaat maar weer eens een keer onder de mensen. Heel de dag op die bank liggen, daar word ook niet wijze van. De poort van uw garage staat open en ze wees nog met een gulp. Ik zeg dan, heb jij die super deluxe Cadillac deluxe was in staan? Nee, ze is een oude Volkswagen met twee slappe band. Nou, hier ben ik dan. In Irak zullen ze zeggen, de kop is eraf. Ze noemen het de ramp van Laakhuiklem. Jullie weten het natuurlijk al, hè? Mie Pieters is dicht. Verschrikkelijk. Huiklem had de kraan weer gehaald. Je suis Mie Pieters. Dus ik zeg avond Oosterwijk. Ik zeg avond Oosterwijk. Hey! Ja, dat goeie, dat laat er maar vanaf, hè. Ik zou hier gisteravond al geweest zijn eigenlijk. Maar ik was op de bank in slaap gevallen. Ja, en die ging vanmiddag pas weer open. Maar er is wel afgejankt laatste jaar in Huiklem. Ja, we hadden er eerst ook nooit van gehoord. Maar bestaat je echt? In Huiklem wordt er ook voor het gescheiden. Ja, allebei een advocaatje en rond de toffelen met elkaar. En daarom stonden ze voor huizen en boerderijen te koop bij ons in Huiklem. Het zal je eigenlijk allemaal te koop bijna. Ze zitten beter in de schuld dan in de verf. Die Michel de Kroon, die is er goed mee. Bij ons langs was ook een boerderij te koop. Maar onze oude buurman, he, die was imker geweest. En hij was in de Turpen, had hij een huis gekocht. Maar hij had nog 6 van die oude bijenkorven staan. Nou, toen kwam Michel de Kroon, die kwam mee een koper. En jij wel interesse. Maar hij vond die bijenkorven levensgevaarlijk. Nou, zit met een oude buurman, heb ik het goed gemaakt. Je kleedt je eigen uit. Wij komen over een paar uur terug. En als er dan één bij jou gestoken heeft, krijg je een boerderij helemaal voor niks. Dus zo gezegd, zo gedaan. En na een paar uur komt met een oude buurman met Michiel de Kroon terug. Michiel, ja. Ja, is ook hetzelfde ongeveer. Hangt die koper er half ingestort onder je boom. Oh, jammerend en wel. Mijn god, zit mijn oude buurman. Ze hebben jou toch zeker niet gestoken? Nee, dat niet. Maar de kalfje is wel 6 keer komen drinken. Ah, het loopt nog niet zo hard met je het klussen. Soms moet ik nog even timmeren, maar zo moest ik nog vernisselen in mijn gestel. Ik moest nog wat spijkers hebben. Dus vraag Frans aan men, hoe lang moeten ze hebben? Ik zeg, hoe lang kunnen ze missen? Maar onze Johnny gaat trouwens ook, die is ook weer naar school toe gegaan. Zijn schorsing die zaten weer op. Hij moest nog wel wat biologielessen inhalen, of ik hem wilde helpen. Ik zeg, Johnny, ik weet alles van bloempjes en bijtjes, dus laat maar eens komen. Hij zegt, wij is een beestje, wij voor 75% uit wol bestaat. Ik zeg, schorp. Nee, zit hij, een wolf. En hij vraagt aan mij, wat is een kruising tussen een cavia en een marmot? Ik zeg, geen flauw idee. Hij zegt, een karmot. Onze zoon is een paar, deze weet jij ook wel. Wij is een karpuin. Ik zeg, jongen, ik weet het echt niet. Hij zegt, dat is een wagen met 4 wielen. Die ligt vol met kapotte steen. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de insectenbestand in de Huiklem. Hij had 171 verschillende diersoorten ontdekt. 170 insecten en 1 kwal.
Die insecten, daar hoorde naar de vorst helemaal niks meer van. Maar die kwal, Erik jongen, proost. Maar onze zoon had goed zijn best gedaan. In een jaar tijd was hij maar 6 weken naar school geweest. Maar hij wel een eindrapport gekregen. Ik vraag, en is het gelukt? Ja, zit hij, mijn contract bij groep 5 is weer in mijn jaar verlengd. Ik zeg tegen hem, jij doet eigenlijk heel de dag niks, hè? Johnny, nee, zit ik doe hele week niks. Maar het moet niet erg worden, mensen. Nee, nee. We hebben het allemaal al keizwaar en niet alleen met de jong van ons. Dan moeten jullie eens luisteren. In Oosterwijk wonen 83 maal meer mensen als dan bij ons in Haarlem. 83,333. Om precies te zijn. Dat geeft niks. Kunnen jullie niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Maar één keer woord er van mensen. Kijk, wij hebben niks tegen asielzoekers. Of asielvinders eigenlijk. Wij hebben al een hoop asielzoekers voor jullie opgevangen. Iere hond, knijn, marmot, die jullie kwijt wilt, die komt bij ons in de waai terecht. Geeft niks, plot zat. Maar ze komen voor het helemaal voor het Oosterwijk bij ons asiel zoeken. Helemaal afgepeierd van die lange reis, want het zat niet mee. Wachten bij de Shell station. Afslag gemist bij Koos Kluipmans. Spoorbommen dicht. De auto afgeslagen bij het optrekken. Ja, ze hebben er veel voor over gehad, hoor. Dat we ermee blij zijn is natuurlijk ook wel veel veel gevraagd. Maar ja, het zijn ook mensen. Je had ze moeten zien. Peter en Ellie van de Meidenberg. Ze zagen lijk bleek toen ze voor ons parkeerden. En een paar reuzen van jongen op de achterbank. Tja, dat kunnen ook geen nemen zeggen ook. Maar even wat anders. Wij hebben nou ook al 3 jaar voor gezorgd dat hier een prins rondloopt, hè? Dat geeft helemaal niks, mensen. Mijn liefde en plezier kunnen we hebben, hoor. Maar kunnen jullie nou echt niet, hè, hier in de parel van Brabant, echt niemand fijne die zo'n pak aan doet en en dan 5 dagen lollig gaat doen? En nou blijkt dat ze hier in Oosterwijk ook nog een jeugdprins nodig hadden. En je vult natuurlijk al aankomen, hè? Ja hoor, waar hebben ze nu weer vandaan getrokken? Juist uit Haarlem. Geen wonder dat mijn Pieters de kost niet meer kon verdienen. Alles vertrekt, bedankt. Je suis mijn Pieters. Waar houdt dit op? Straks allemaal uw platen en bloemen ook nog in Haarlem halen. Of uw gebruikte auto's bij Jacques auto's halen. Of gewoon verse melk tappen bij Piet van Meijtjeshoeven. Nee mensen, nee mee, vat on. Het schijnt dat de gemeenteraad, inclusief burgemeesters en wethouders, regelmatig in Haarlem op excursie komt. Verkens kijken, of verkens ruiken, zullen we zeggen. Dus ik had allemaal jongen al binnen gedaan, maar ze kwamen niet meer terug. De Rooi had een vergunning om uit te braaien. Maar nou zijn onze vrienden van over het spoor, zoals grootvorst Henk ons altijd noemt, er fel op tegen. Wel een vergunning. Niet bouwen. Geen extra verkeus in Haarlem. Daar valt verkeus tegen. Was de raad op bezoek geweest, schiet Hanneke Oelemans van Pro met de nothakjes in zijn spleet van zijn rooster. Zwikt er een enkel om en die ligt al lang uit, inclusief handtas, op de grond. Jee, zegt ze, ik lijk wel een varken. Ja, zegt Hans Jansen, en je ligt nog in de stront ook. Ik zeg nog tegen Bart de Rooi, die van de gemeente, dat is net rode klaver of zevenblad. Als je ze op de dam hebt, dan komt er nooit meer vanaf. Het gooi allemaal om de stankcirkel. Onze vrienden van over het spoor, die laten toch ook wel eens een scheet, en die stinken zeker niet. Je moet er ook een beetje een sport van maken. Dat doe ik ook altijd met je zien. Ik lig maar in bed en dan moet ik een scheet laten, dus ik laat een scheet zo van. Zeg, zien we doen nou? Ik zeg wedstrijdje 1-0 voor men. Nou, en dan zien die loterij natuurlijk niet kennen, dus die zet ook al naar. Die laat ook een scheet. 1-1 is ze. Maar ik laat me echt niet kennen, hoor. Dus ik zet me door een partij druk.
en ik wil op een steek laten. Een hoop nattigheid mee. Helemaal de kant onder. Ik stap uit bed. Ze zegt, wat doe ik nou? Ik zeg, het is rust, we wisselen van kant. S'mergens om stip 8 uur, korte bel. Als in die open, blijkt Edward Smetser te zijn. Collector van de vrijwillige brandweer. Als in roept, het is voor de vrijwillige brandweer. Ik zeg, geef ze dan maar 2 emmers water mee. Ja, als in was trouwens goed onder topper. Ze klaagde over de kruis bij nat weer. En als het droog was, had ze nergens laat van. Alleen bij vochtig weer. En het, op een gegeven moment, het regende de pepte. En zei naar dokter Schopman toe. Oh dokter, ik heb toch zo'n last van mijn kruis. Altijd, vroeg Schopman. Nee, ze is alleen als het regent. En dat doe ik nou. Gruwelijk ongemak, zus. Nou, gaat u dan maar even achter het scherm staan. Dus we zien die dude. Schopman komt erbij met een scher, keukenscher. 2 minuten later komen ze weer achter de scherm vandaan. Ons zien niet op de rond. Oeh, als een kieviet. Ik heb nergens meer last van. Nou, en zijn Schopman, heb je echt helemaal nergens meer last van? Oh, nee, helemaal. Oh, ongelooflijk, wat een genot. Wat heb je eigenlijk gedaan? Nou, ik heb gewoon 10 centimeter van een kaplesjes afgeknipt. Maar mijn man was het ook niet pluis, hoor. Last van mijn poepert. Oh, jeuken, jongen. Oh, ken het, hè? Als een tekkel onder zijn gotje zit te knabbelen. Nou, dat gevoel heb ik. En, nog belangrijk, het huikelgemuikel, dat kwam eraan. Dus ik moest fit zijn, dat snapte wel. Er moest gas gegeven worden. Dus ik naar Oosterwijk, naar de dependant van het Elisabeth ziekenhuis. Tref ik daar een hele jonge dokter aan. Ik had alles uitgeleid. Hij gekeken. Hij zei, nou, hier heb je lotion. Maar dan moet je wel elke dag grondig insmeren. Ik zeg, ja, je bent een schone. Kunnen we dat niet een keer veel doen? Nou, dat is goed, zit hij. Dus hij doet dat. De dag erop vroeg ik het dan eens in. Geen punt natuurlijk, zin zien, dat doe ik wel. En terwijl ze aan het smeren was, vroeg ik ons in, waarom heb je eigenlijk maar 1 hand op mijn schouder? Nou, zei ze, met 1 hand smeer ik het erin en met de ander hou ik jou vast. Ik zeg, dat is vriend. Die dokter had gisteren uit beide handen op mijn schouder. Gelukkig kon ik bij je buurtvis weer alles. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, we hebben afgelopen jaar weer het buurtvis en het huikelgemuikel gehad. Ja, het was weer goed toeven zondagmiddag bij het huikelgemuikel. Er kwam weer een heel sterk volk op af. Zo stond ik naast Frans aan onder bar en die stottert nogal. Ik zeg, Frans, lust jij een bakse koffie? Dat is goed. Ik zeg, weet je eigenlijk waarom dat ze in Italië zo'n sterke koffie drinken? Nee, dat weet ik niet. Ik zeg, dat doen ze expres zo. Ik zeg, maar dat stotteren, is dat niet lastig? Nee, helemaal niet. Want iedereen heeft wel een afwijking. Ik zeg, hoezo dan? Nou, maar welke hand veegt jouw kont altijd af? Ik zeg, met mijn rechterhand. Ziet wel, dat is jouw afwijking. De meeste mensen gebruiken toiletpapier. Natuurlijk stond er ook weer een frietkot. Heel huikelenbakt. En Wim Verschuren, die had honger.
Vraagt hij aan Christel, vraagt Christel aan Wim of hij iets wil eten. Wat kan ik kiezen, ze Wim? Het ja of nee? Patrick Zwerts was er ook. Ja, blauwe verf van zijn vingers zitten. Ik zeg, heb jij zelf geschilderd? Ja, zit hij. Ik heb een blauwe rechthoek in mijn tuin geverfd. En weet eigenlijk waarom? Als ze dan volgende keer op Google Earth kijken, dan is het net of ik een zwembad in mijn tuin heb. Henk de Kort stond ook aan de bar te tanken. Zuipen, jongen, zuipen, Henk. Ik zei, Henk, jij mocht toch helemaal niet drinken van een dokter? Jawel, zei Henk. Ik mag 1 pilsje per dag. Bij mij is het vandaag 13 juni 2026. Ha, en het was nat bij het haken maken, jongens. De waaide had blankjes staan. De auto's die moesten parkeren bij Koppelmans. En dan met je bus op en neer brengen. Maar dat komt ook wel voor tegen, hoor. Hadden bij zakauto's een dubbeldekker geregeld. Harry Schel die ze rijden. Stapt Hans Fuchs in de bus. En die spurt dan naar boven toe. En die komt ook weer met geweld terug. Wie is ze, Harry? Nou, ze zit boven helemaal geen chauffeur. Dan stapt een Turk in. En die zegt, ik moet naar huis. Nou, zijn Harry Schel, dat is dan 3000 strippen. Mensen, weten wat ik ga doen? Ik ga de taxi naar Haaklom bestellen. En misschien kan die chauffeur mijn munten, betalen. Want ik heb godverdomme nog voor 35 euro aan munten van mijn Pieters liggen. Je suis mijn Pieters. Au revoir. Jongens, zoek eens maar anders. Nee, wij zoeken niks anders, want deze is alweer anders. Een nuchtere kijk op zaken die ons allemaal raken. Je hebt het over van alles gehad, over het goede en het slecht. Mee bakken, soms schuin, soms recht. Op jouw manier, en dat is uniek, graag voor jou de toast op dit publiek. Merci. Tegen de ton praten jukt het met mijn altemietje. Dat schat Dori steeds weer hetzelfde liedje. Je doet flink uw best en het is maar hopen dat het verhaaltje bij je vertelt een beetje gaat lopen. Ik wens u voorspoed en geen ongemakken en laat bij tegenslag de moed zeker niet zakken. Pak mijn carnaval weer bier, maar drink geen liters en dan zeg ik tot slot, au revoir, mie Pieters. Proost.